Dankzij vroege vogel Marleen. En Jolanda die sms nog van god, zo'n kut provider. Ik ben echt wel wakker hoor. Hey, ik werd toch echt, nou ja, je hoort het zelf. Voicemailige toestanden. Meer mensen die zich opgeven. Kukkelekutje. Yeah, dat is nu de dag echt hard starten. Meer rock on. Ik ben wakker. Energie voor 10. Nou goed, dan nemen we het allemaal. Ja, ik ook hoor. Heerlijk. Wat krijg ik nou nog binnen? Oh ja, dat is mooi. Over de Backstreet Boys. Daar zijn foto's van. Ik wist niet of ik dat geheim moest houden of niet. 90's Request komt eraan en het is een soort traditie geworden dat 3FM zich dan ook achter de schermen gewoon... Nou ja, dan gaan we een filmpje maken. Lang verhaal kort, we gaan dan een filmpje maken met alle discjockeys. En de Backstreet Boys, ik ben zo blij dat ik daar niet werd ingedeeld. Nou, aan de andere kant ziet het wel super gaaf uit hoor, die gasten echt Lelystad. Ik ken dus geen clips hè, maar ja, ik keek gewoon... Ja, nog steeds niet. Ik kijk gewoon geen clips eigenlijk. Maar goed, de Backstreet Boys hadden blijkbaar een clip in een vliegtuighangar. Dus de Backstreet Boys, onze Backstreet Boys. Te weten Erik Horton, Koen Zwijnenberg, Klaas van Kruistum en... Wie was er nog meer bij? Nou, dan moet ik even kijken. Gelukkig hebben we de foto's nog. 3FM.nl, dan zie je het wel. Domine ook als... Die is altijd de vrouw. En hij komt ermee weg ook. Die is Nathalie Imbruglia. En ik geloof dat Gerard hem moet pakken. Ja, en ik, ach, dat is allemaal wel heel stereotyp. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Ik ben dus back. Ja, ik zal verder dat er ook over houden. Maar ik kan niet wachten eigenlijk, totdat het allemaal online komt. Ze moeten het geloof ik dan nog knippen tot één soort megaclip. En we hebben ook nog wel even 2 weken, want dan begint de Nightjes. Oké, het is 6:14. Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Het waait als de tering, hè? Oh, ja, het is echt heel heftig inderdaad, ja. Oh, god. Laten we het snel dan doen. Wat staat er vandaag? In de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw. Bij jou, Miranda. Ja, nou, in Rotterdam hebben ze het laten tegenovervallen. Dat is de DNA-douche. Ja, heel bijzonder gedaan. Maar als de overvaller de winkel verlaat, dan drukt de winkelier op zo'n mobiel knopje. Ja. En dan wordt er bij het verlaten van de winkel wordt op de overvaller een speciale stof gespreid eigenlijk. En die is dan alleen zichtbaar bij speciaal UV-licht. En die hebben agenten dan. En op die manier kunnen ze dus kijken van wie heeft het gedaan en wie is er onderdoor gelopen. Wow. En ja, ze hebben het nu al 2 jaar getest. En ja, het was een groot succes. Maar ze gaan het, ik bedoel, ze hebben het in Rotterdam dan getest, maar dit wordt nu landelijk of zo? Ja, ik denk het. Het was een groot succes, staat er. Het verbaast mij niks overigens dat het in Rotterdam getest wordt. De laatste tijd kom ik vaker in Rotterdam. Ik vind het een gave stad hoor. Echt een hoop te doen. Het is eigenlijk is het de echte, enige echte wereldstad van Nederland. Maar het is wel, weet je wel, het is meer omdat mijn vriendin daar nu woont. En het is ook wel dat je denkt, jezus, je laat er s'avonds laat ook niet echt heel graag alleen over straat heen denderen, weet je? Nee, dat is niet lekker daar. Allemaal een beetje van die vage Antillianen, zodat je denkt, jezus Christus. Maar goed, dat geheel tussen neus gaan, blipper hoor. Wat staat er vandaag in de telefoon bij jou dan, zus? Politiek natuurlijk. Oh, ja. Vandaag staat heel groot op de voorpagina rechts in maand op het bord Dek. In een maand, want, ja? Ja, dat, want gisteren was informateur Opstelter en hij heeft zich niet echt gewaagd aan een voorspelling. Alleen bronnen rondom hem zeggen van ja, over een maandje moeten we wel een nieuw kabinet hebben. Oké. Okay. Premier Rutte. Nou, loffelijk streven. Ja. Oké, ander nieuws wat jij vindt op de telefoon, wat eigenlijk een beetje buiten die politiek is dan eigenlijk. Ja, nou ik vond het ook wel heftig nieuws over die voetballer. Even kijken. Voetballer Snow. Die ineens een hartaanval kreeg en dat hij een kwartier werd gereanimeerd. Hij heeft wel overleefd, maar het is wel een heftig verhaal. En Johan, het was gewoon een jonge gast, toch? Ja, 23. Ja, precies. Heel heftig. Ja. Ik weet niet wat voor drugs dat zijn, maar nee. Ik zou hem niet meer gebruiken. Oké, en dan het leuke nieuws. Wat heb jij hier dan? Ja, het was echt verzoeken, maar ja, iedereen kent wel die super schattige beagles, hondjes. Die zijn meestal wat te lui om te leren en altijd super schattig en leuk. Maar in Amsterdam is het ze gelukt om een ziekenhuisbacterie op te laten sporen. En het hondje, Cliff heet hij dan, die loopt gewoon aangeleid door het ziekenhuis. Dus ja, niet altijd natuurlijk.
Maar die gaat dan bij besmette patiënten zitten. En op die manier kan hij dus kijken of ze de patiënten de bacteriën hebben opgelopen of niet. Nou, dat is dat toch even. Maar dus geen apparaten, maar gewoon fijn hondje Cliff. Ja, hondje Cliff. Geniaal, joh. En die gaat dan een beetje zo aan je snuffelen? Ja, en dan doet hij iets. En dan kunnen de trainers al zien of het of die bacterie heeft of niet. En het is heel erg betrouwbaar, Sjonker. Ja. Dat doet me toch denken waar ik het net aan over had. Dat ik moest spelen in de clip van Back Loser. Dat is op een hei speelt zich dat af. En menig, wat is het gewoon in Hilversum. En menig Hilversumse Gooise kakker liet daar dan zijn Gooise kakker als in zijn hond uit. En op een gegeven moment, in een nieuwsbrief was dat, ja. En op een gegeven moment komt er een hond. Die komt gewoon zo naar me toe. En zoals honden dat vaak doen, die begint echt gelijk gewoon een beetje zo in je zak te sniffelen. Maar ik vond het gewoon lekker. Ik vond het gewoon lekker. Waarom vertel ik dit? Oké, Suus, wat is jouw leuke nieuwtje van vandaag? Ja, ik heb natuurlijk precies hetzelfde. Oh, hondje Cliff ook, ja? Ja, leuk. Alleen ik heb nu ook wat anders gevonden over agenten van het regio Korps Groningen. Want die krijgen een bepaald kledingbudget altijd. En dit jaar is dat met €60 verhoogd, zodat ze BH's kunnen kopen. Goeie sport-BH's. Kijk. Dat ze hun borst er al lekker blijven zitten in dat kogelvrije vest. Prima, toch? Maar ik bedoel, even een BH voor €60, dat is... Ja, daar kunnen ze er twee van kopen. Oh, daar kunnen ze er twee kopen. Dat is ook makkelijk. Ja. 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 Een BH €60 als een vrouw die ziet en zegt ze, nou, laat maar hangen. Snap je? Ja. Snap je hem, hé? Laat me hangen is dan, hè? Oké. Oh. Dames, succes met de dinsdag. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier komt die. Heel daar is dan waar ik het is tijd om op te Het is 7:10. Vandaag dus live, Miss Montreal in de studio. Heerlijk. Goedemorgen. 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 Goedemorgen.